niet zichtbaar in Rotterdam. Tenminste niet voor de mensen die wel geld hebben, die het voor het zeggen hebben. Dat hebben we gehoord. Het project van Laïs Maria probeert armoede zichtbaar te maken. Zichtbaar te maken van wat armoede met mensen doet. Niet alleen in slechte momenten, ook in goede momenten. Maar het kan natuurlijk wel helpen om de bestrijding van armoede op de agenda te plaatsen hier in Rotterdam. Om de mensen die het voor het zeggen hebben, om de Rotterdammers die het geld hebben ervan te overtuigen dat er iets aan gedaan moet worden. Dus denk je dat je daar je steentje aan bij kan dragen, meld je dan straks na afloop bij Laïs Maria. Goed, dan zijn we nu toe aan het derde gedicht alweer van de aan de Pauluskerk verbonden dichter. En ik vraag graag jullie aandacht voor Frerik. Spreek je dat goed uit? Frerik Gerkema? Mag ik een applaus? Ja, ik word aangekondigd als iemand van de dichtersgroep, maar ik schrijf alleen proza. Ik streek ook alleen proza. En maar in het schrijversatelier heb ik vanmorgen, apart voor deze gelegenheid, het volgende stuk geschreven. Het heet De Rijke Man en de Arme Lazarus. Jezus vertelt het volgende verhaal. Er was een rijk man, wonend in een prachtig pand, die heel vaak feest vierde met zijn vrienden. Geen zaterdag was hij dus niet en bepaald geen vrek. Hij verteerde royaal. Maar voor zijn deur zat een arme man Lazarus geheten. Hij heeft in het verhaal een naam, de rijke man niet. Lazarus hoopte toch op een beetje zekere bijdrage. Maar de rijke man had geen oog voor hem. Maar hij joeg hem ook niet weg. In Rotterdam heb je opjaagbeleid. Als je op een bankje zit, kan het je gebeuren dat je door de politie gesommeerd wordt weg te gaan. Dan ben je kennelijk straatbeeldvervuiler voor een stad die het imago wil hebben van de mooiste stad van Nederland. Als Lazarus sterft, komt hij in de hemel. Hij mag zitten op Abrahams schoot en hij is dus van arm naar warm gegaan. Maar ook de arme man sterft. Hij belandt in het vuur van de hel. Hij ging dus van rijk naar heet. In de verte ziet hij Lazarus gezeten op Abrahams schoot. Hij smeekt Abraham Lazarus terug te sturen naar de aarde om zijn broers te waarschuwen. Hij heeft kennelijk wel warme betrokkenheid voor zijn familie. Maar Abraham zegt, zij de poepen van Mozes. Ze kunnen dus weten hoe het hoort. En inderdaad, het vijfde boek van Mozes heet Deuteronomium. En dat staat boven in de nieuwste vertaling, arme mensen moet je helpen. Daar staat, als jullie werkelijk houden aan de geboden van de Heer, dan zal er niemand armoede hebben en zullen er geen bedelarij zijn. Dan is er een hartverwarmende liefde voor elkaar. Dan is het koninkrijk van God aangebroken. Maar voorlopig zal dit nog geen werkelijkheid zijn en zullen er armen bij ons zijn. Om die te helpen wordt in Deuteronomium een pakket maatregelen genoemd. En je moet die maar eens lezen. De apostel Paulus zegt. De apostel Paulus zegt, zelfs al verkoop je al je bezit en geef je je geld aan de armen, maar je hebt de liefde niet, het baat je niets. Giften te doen om maar in de hemel te komen, om niet in de hel te belanden, dan ben je toch nog alleen bezig met je eigen hartje. Gandhi heeft gezegd, als we tevreden zijn met wat we werkelijk nodig hebben, is er genoeg voor iedereen en is er geen armoede. Maar als we onze begeerte najagen, zal niemand ooit genoeg hebben. In ons hart weten we allemaal dat we ons schuldig voelen als we iets hebben wat een ander ontbeert. Dan kunnen we niet werkelijk gelukkig zijn. De rijke man uit de gelijkenis had dit verdrongen. Maar toen het besef doorbrak, was het te laat. In Rotterdam is de hartverwarmde liefde volop aan te treffen. Het Inner City project,
maaltijd en meer, en ik kan er vele noemen. Maar het meest overtuigend en aansprekend vind ik toch de zuster van Moeder Teresa op de Gravendijkwal. 13. Op 13. 13. Gravendijkwal 13. Ik eet daar graag, ook al is het geen haute cuisine. De zusters hebben geen hartverwarmende liefde. Ze zijn die. Daarom wil ik in deze protestantse kerk toch eindigen met het de volgende benen. Heilige Teresa van Calcutta, bid voor ons. Applaus. Goed, dan...